gaat de camera mee met Haagse Kobi. Ik ben niet zo onwijs technisch. Ik sta onwijs ingezoomd hier. Overnieuw. Nou, dit wordt ongeveer take 36. Ik begin maar even met mezelf voor te stellen. Ik ben Kobi. De meeste mensen noemen me gewoon coachen. Nou, vandaag gaan we dus thuis spelen tegen Kutrecht. En puntjes zijn heel belangrijk op dit moment. Dus die gaan we maar even pakken. Nou, zoals jullie kunnen zien is Jumbo er ook klaar voor. Wat denk je dat het gaat worden, Jumbo? Nou, die hond luistert dus net zo goed als mijn kinderen. Niet dus. Hoewel de hond en de kinderen niet altijd even goed luisteren naar Kobi, gaat haar zoon Donnie toch gezellig mee naar de wedstrijd. We zijn onderweg naar vakkie G. Maar we gaan eerst lekker even naar het home een biertje happen. Want dat hoort er natuurlijk bij. Tenminste, bij mijn fandag wel. We zitten hier lekker in het zonnetje. Heerlijk. Heerlijk. De sfeer zit er al heel goed in. En dit is een hele grote meneer. De sfeer lijkt er al lekker in te zitten bij het supportershome zo voor de wedstrijd. En aangezien het zonnetje best warm is, wordt er goed gedronken. En ja, dan moet je natuurlijk ook wel eens naar de wc. Jawel hè, dat hoort ook bij de fancam. Een plasje doen en het supportershome. Hartstikke idee. En met een lege blaas gaat Kobi naar het standbeeld van Aad Mansveld, want hier staat José op haar te wachten. Ja, ja. Jij hebt niet alleen een groen-geel hart, hè? Ik heb alleen een groen-geel hart. Ik heb bloed en groen-geel haar. Ja, kan er ook niet. Sorry. En een hoop mensen vinden het niet leuk. Maar dan denk ik, joh, kom lekker je ogen dicht als het niet bevalt. Toch? Ik vind het geweldig. Ik ook. Dus, alle uitwedstrijden, alle thuiswedstrijden. Samen met José zit Kobi in vakkie G achter het doel. En daar is het nooit stil. Lange tijd lijkt het erop dat de wedstrijd in een gelijkspel eindigt tot de 73ste minuut als ADO een strafschop krijgt. En met 3 punten op zak lijkt ADO zich veilig te hebben gespeeld. De wedstrijd is afgelopen. En het was onwijs gezellig. En we gaan nou gehaktballen eten. Tot zo. En als we het over gehaktballen hebben, dan kan dit maar 1 ding betekenen. De ballen van Sil en Chris. Chris, ga eens even klaarstaan. We zijn nou dus bij Chris. Oh ja joh, ja. Hij is ontzettend afgevallen sinds 3 weken. Maar ik was eigenlijk op zoek naar de ballen van Sil. Filmen, closen. Kijk. Ze zijn klaar, schatje. Net zoals 3 weken geleden gaan we deze uitzending ook eindigen met de ballen van Sil. Schud even met je ballen. Nou, dit was dus coachje en Chris. En Chris natuurlijk. Ja. Voor. Oh, we moeten daar niet kijken trouwens. Einde aflevering. En einde aflevering en toedeledokie. Wil jij ook een keer de ADO-fancam meenemen naar een wedstrijd? Mail dan naar de grote ADO-show @omroepwest.nl en wie weet krijg jij de fancam mee.